Er is de afgelopen 6 weken hard gewerkt door leerkrachten en ouders om van het thuisonderwijs een succes te maken. En ik heb hele mooie dingen voorbij zien komen. Digitale lessen, videochatten, allerlei challenges. Echt heel mooi om die creativiteit te zien. En door de medewerkers van kinderopvang en gastouders is ook hard gewerkt om noodopvang te bieden aan de kinderen van ouders in vitale beroepen en aan kwetsbare kinderen. Het bericht dat de scholen weer open gaan na de meivakantie is heel positief ontvangen door kinderen en hun ouders. Als vader van 4 kinderen merk ik ook dat ze echt weer toe zijn aan de contacten met hun klasgenootjes en vooral ook de structuur die school biedt. Het bericht roept bij sommige ouders ook veel vragen en zorgen op. Wat betekent dit precies? Hoe gaat het er allemaal uitzien straks na de meivakantie? Scholen en leerkrachten werken op dit moment hard om een antwoord te geven op dat soort vragen. Ik heb dan ook heel veel bewondering voor de enorme inzet waarmee de scholen, waarmee de leerkrachten het de afgelopen periode allemaal hebben gedaan. En de flexibiliteit ook van de ouders. Straks dus de meivakantie. Ik hoop dat iedereen dan ook echt nog een beetje kan genieten van die vakantie. En een beetje kan bijkomen van de lange sprint van 6 weken die we met z'n allen hebben moeten maken. Ik wens iedereen een hele fijne meivakantie. En het allerbelangrijkste, blijf allemaal gezond.